Brian Linssen. Gaat dit wat worden? Nog steeds op. En met de bal aan de voeten uitbrengen. Heel belangrijke verdedigende actie. De bal wordt gespeeld op de zijkant van het veld. Kishuke Honda. Navarro ervoor. Wat gaat hij hiermee doen? Hoi, de verdediging heeft hier grote moeite mee. Net op tijd ertussen. Befloten. Ja, buitenspel. Ja, gevaarlijke steekbal. En dit loopt uiteindelijk dus op niets uit. Vrije trap voor Vitesse. Brian Linssen. Nog steeds in aanval. Moet nu een keuze maken. Hij werkt hem weg. Ze leken hem weg te werken, maar het gevaar blijft. Brian Linssen. Ja, die is raak. Het openingsdoelpunt. Er is maar een klein kansje en die ligt in het netje. Ja, de wedstrijd is los. En we gaan zien wat er nu verder gaat gebeuren. Nou, dit is natuurlijk een makkie. Deze had oma nog wel gemaakt. Maar ja, het is natuurlijk ook een kwaliteit, hè, om altijd maar op de goede plek te staan. En om dan koelbloedig te blijven. En zo'n kans te benutten. De Arnhemmers glunderen nog na bij de aftrap hier. Van dichtbij. Bal geraakt. En weer in het spel. De verdediging ruimt op. Al zag het er even gevaarlijk uit. Dit was het moment waarop ze de voorsprong nog verder hadden kunnen uitbreiden. Maar ja, hadden is geen heb. Hij gaat het proberen. Hard overgeschoten. Scheelt eigenlijk helemaal niet zoveel. Ja, met iets meer nauwkeurigheid was de bal waarschijnlijk door het net heen gevlogen. Het sneeuwt vandaag, maar zolang het binnen de perken blijft, wordt er gewoon gespeeld. Wel even oppassen natuurlijk, dat je geen vervelende blessures oploopt door glijden en rare bewegingen. Maar ja, dat weten die spelers zelf ook wel. Ja, en de moonboots aan. Niet meer aan de bal na die tackle. Vitesse met de inworp. Ze komen opnieuw in balbezit. Een mislukte paas. Ja, u kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. Brian Linssen. Steeds iets verder. Brian Linssen. En dat schot komt tegen een tegenspeler aan. Hoekschop wordt voorgegeven. Die voorzet is te kort. Matige bal. Ik vraag me af, Jeroen, of de jonge spelers van FIFA deze uitdrukking nog zullen kennen. Joke. Dat ze hun schaapjes al op het droge hebben. Je bedoelt dat ze de buit al binnen hebben? Ja, ja. Het is een bescheiden voorsprong bij rust. Maar een goede stap richting halve finale. Als je je hoofd erbij houdt wel, maar met een paar kleine foutjes, ben je weer terug bij af. Vitesse brengt de bal in beweging.
De wedstrijd wordt hervat. En de bal is voor Groningen. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Samir Mirmishevic. Daar gaat het balbezit. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. En dat is een mooi doelpunt. Dat doelpunt gaat niet door. Inderdaad, zie je het. De grensrechter vlacht hem af. Is dat wel zo? Nou, eens even in herhaling kijken of we het duidelijker zien. Ja, het is wel vaak lastig te bepalen, maar deze beslissing lijkt me terecht. De aankoop door Manchester City is inmiddels rond. Ze hebben officieel bevestigd dat ze een speler hebben aangetrokken. Inderdaad, zie het. En ik denk dat ze nog veel plezier aan hem zullen beleven. Een geweldige speler die nergens zou misstaan. Zo weer. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. En er gaat er weer één in. Ach, wat een luxe. Een voorsprong van 2 doelpunten. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander om er ook eens iets tegenover te stellen. Zo laat hij zijn waarde voor het team zien. 2e doelpunt van vandaag. Vanuit een andere hoek. De tactiek van deze coach pakt perfect uit vandaag. Dat hebben we kunnen zien en dat straalt ze ook uit. Ze is zo blij. Het team krijgt 2 verse krachten. Pas komt rechtstreeks bij de tegenstander terecht. Ja, het is overduidelijk dat Vitesse hiervoor staat in de strijd om balbezit. Ze maken de dienst uit op het middenveld. En als ze de... Schietkans! Die gaat er mooi in, zeg! Een onvervalste hat-trick maakt hij hier. Wat is hij vandaag op dreef? Hij blijft ze erin schieten, hè? Dit is alweer zijn 3e van het duel. En dat noemen we dan een hat-trick, hè? Fantastisch gedaan. Ook nog eens vanuit een ander standpunt. Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. Jens Torenstra. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Brian Linssen, hij is niet bang en probeert het van grote afstand. Maar ja, dat moet je wel geluk hebben. Nee, dit is een parodie op een schot. Ja, hard dat wel, maar volstrekt onnauwkeurig. Ja, dan belandt de bal hopeloos ver van het doel af. Brian Linssen. Het ziet er veelbelovend uit. Hij heeft goed aan de bal. Oh, kans voor Vitesse. Oh, mooi, zegt die reflex van de doelman. Maar hij had heel weinig tijd, Siert, om op die inzet te kunnen reageren. Goed gedaan. Horner voor het doel gebracht. Nee, hij komt helemaal verkeerd, alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. We hebben nog 20 minuten te gaan.
Torenstra. Het schot van Torenstra. Makkelijke redding voor Pat, deze bal. Vandaag wordt elke fout afgestraft. Het niveauverschil is eigenlijk niet zo groot. Maar het gaat voor één team toch echt de verkeerde kant op. Ja, het zit ze gewoon niet mee vandaag. Wat een ellende voor die supporters ook. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Wat gaat hij hiermee doen? En nu wordt het oppassen. De scheidsrechter fluit voor buitenspel. Hij heeft gelijk, maar het scheelt niet veel. Tot zover zijn wedstrijd. En wat denk je, Jeroen? Jouw oordeel? Kan hij tevreden zijn? Oh, zeker, Siert. Een fantastische wedstrijd zou ik het zelfs willen noemen. Hij heeft zich kunnen onderscheiden en zijn fans, die waarderen dat. Navarro naar voren. Er resteren nog 9 minuten in de reguliere speeltijd. De bal wordt ingeleverd. Gaat hem schieten! Oh, wat een boeier zeg! Ah, hij gaat wel over. Maar als hij erin ging, zou hij door het net zijn gegaan. Het ontbreekt dan wel net aan een itsie-pitsie nauwkeurigheid. Jens Torenstra. Jens Torenstra! Pat voorkomt de goal. Hoekschop wordt voorgegeven. Ze krijgen die bal maar niet weg. Navarro ervoor. Brian Linssen. En een redding van Sergio Pat. De bal wordt voor het doel gebracht. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Van de bal afgezet. Zou wel eens wat kunnen worden. Ook in de koude sneeuw worden er slidings gemaakt. Uitgekomen en de bal in de handen van de doelman. Slordig met het balbezit. Door die tackle is hij de bal kwijtgeraakt. De scheidsrechter fluit. De wedstrijd eindigt in 3-0. Hij heeft vandaag een topprestatie geleverd. Wat onmiskenbaar heeft bijgedragen aan de overwinning. Dat was natuurlijk van het grootste belang bij de totstandkoming van deze overwinning. Just a moment of your time. Thank you.